Hey Bart Valkenier van 2D3D.gratis en van Talentstad. En in deze video ga ik je laten zien hoe jij een opdracht inlevert in Teams. Maar voordat ik dat ga laten zien, is even iets meer over de hallotalentstad.nl website en de Hallo Laptop pagina erop. Want hier vind je nog veel meer handige video's over de software en alles over jouw laptop. Met andere woorden, hoe jij digitaal handig kan werken op Talentstad. En hier vind je ook een langere film over hoe je Teams kan installeren of als app. Of online in de browser kan gebruiken. Ik laat het eventjes zien online, maar in de app werkt het eigenlijk precies hetzelfde en zie je hetzelfde. Nou, je hebt hier in Teams natuurlijk je Teams staan en deze is van ICT, is van mij. En ik zit nu in een leerlingaccount en hier vind je kanalen en hier algemeen en hier alle posts, dingen die de docenten daar neerzet. En hier vind je dus ook opdrachten. En bij opdrachten vind je daar alle opdrachten die de docent voor jou heeft klaargezet. Let niet even op de einddatum verstreken en zo, het gaat er nu om inleveren. En hier vind je bijvoorbeeld opdracht 2 googlen. Nou, een opdracht inleveren kun je op twee manieren doen. Natuurlijk moet je de opdrachten zo openen en dan zie je hier opdracht googlen en dan zie je hier instructies en heel vaak vind je daar een bijlage. Nou, nu het kan zo zijn dat jouw docent jou laat werken in de bijlage en dat je dan gewoon op een knop inleveren drukt en dan is het klaar. Of dat je zelf een extra bijlage moet bijvoegen en dan pas op de knop moet drukken. Ik laat het je allebei even zien. Eerst de allereerste optie dat je in de bijlage moet werken. Ik heb hier een ICT les 2 over googlen en die klik ik gewoon. En er zijn een aantal vragen die deze leerling moet opzoeken op Google. En hier kan je gewoon eigenlijk gewoon gelijk intypen en dan druk je op sluiten. En dat antwoord is dan gewoon opgeslagen hierin. Ik klik er weer op, zie je dat antwoord blijft gewoon staan. En dan kun je de volgende keer weer verder. Wat ook kan, als je denk ik wat meer plaatjes wil toevoegen of wat handiger wil werken, dus niet meer online, kun je hier op het knopje bewerken klikken. En dan klik je op openen in desktop app. En als je dat doet, gaat Word openen. Dan zegt hij hier, ja, ik wil zeker dat ik Word wil openen. En dan wordt Word geopend. Het gebeurt nu op mijn tweede scherm. Ik sleep hem even erbij. En dan kun je hier, zie je diezelfde antwoorden terug. En dan staat hij automatisch opslaan, want hij is eigenlijk automatisch al opgeslagen. Dus alles wat je ook maar doet en maakt en mooie dingen maakt in Word, zal hij opslaan. Dus je kan eigenlijk gewoon op kruisje drukken en dan sluit hij af. En dan zal hij dat ook gewoon in dit document hier weer opslaan. Druk je op sluiten. Ben je nou helemaal klaar, dan kun je op de knop drukken, inleveren, toegestaan. Hier staat te laat, maar dat maakt even niet uit. Klik gewoon op inleveren en een prachtige animatie. Welke het wordt is elke keer weer een verrassing. En dan heb jij de opdracht ingeleverd. En dan kun je ook zien, hier staat hij dan bij voltooid. Dat was manier 1. Manier 2, waar je zelf een bijlage moet toevoegen, kan ik bijvoorbeeld hier even zien. Hier heb je een nummer 5 Word pimp een verslag. En dan staat hier de opdracht en tekst. Ja, deze kun je zeker openen. Maar daar kun je niet direct in werken. Dan moet je in een kopie werken en zo. Hoeft allemaal niet. Wat je zelf moet doen is een nieuw Word-bestand openen. En dan kun je dan je eigen werk bijvoegen. Klik hierop bijvoegen. En dan heb je hier OneDrive, koppeling en Teams. En als je op OneDrive klikt, dan zie je je OneDrive mappen tevoorschijn komen. Daar kun je op klikken en dan kun je een bijlage op die manier toevoegen. Wat ook kan is een link naar een online bestand of een website of zo kan je toevoegen. Of je kan op Teams klikken en dan ga je op zoek gaan naar bestanden die ergens in Teams te vinden zijn. Wat ook kan, altijd fijn, is gewoon uploaden van dit apparaat. En dan zal die jouw computer openen, of beter gezegd, verkenner van jouw computer. En dan heb je natuurlijk deze PC en heb je hier documenten en dan kun je allerlei gewoon bestanden erbij invoegen die gewoon op je computer staan. Maar beter heb jij het goed geregeld en heb je een OneDrive landstedengroep, OneDrive map en een mapje Talentstad en hier al je vakken en dan kun je daar dat gewoon bijvoegen. Klik je erop, gaat hij hem even uploaden en hoppakee, dan staat hij erin en dan klik je op niet vergeten, klik je op inleveren en dan krijgen we een prachtige unicorn met een regenboog. En is deze opdracht ingeleverd en dan staat hij hierbij voltooid dat je dus twee opdrachten hebt ingeleverd en dan kan je hem ook altijd weer openen. En je kan zelfs inleveren ongedaan maken. Dan kun je eventueel weer aanpassen. Dus opdrachten inleveren Teams. Super handig.